China, 3 uur westelijk van Shanghai, luidt de Liaoter zusterstad Liang. Hier in de buurt luidt het hotel. De BM-wenten komen op een helling te lissen, maar uitzicht door een mar. De recreatiewenten binnen benammen bedoeld voor de inlandse merk en ze binnen net om een ocht. Een nachtje sliepen zelfs aan 400 om 1000 euro kosten. China krijgt een soort middenlaag, middenklasse. Daar gaan ze steeds meer naartoe en die middenklasse krijgt geld en wat meer vrije tijd. En dat willen ze binnenlands besteden. En daar haken investeerders op in. De architecten binnen bij de Chinese hoteleigenaar in contact gaan nadat een Liaoter delegatie in april verliezen hier naar Liang West had. Die hebben ons uitgenodigd om de bruggen en ook de zogenaamde lotuswoningen te presenteren daar aan de lokale gemeenschap en aan een aantal ontwikkelaars. En daar is het een beetje begonnen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot dit project. Achter Bos en Sandman binnen tige bliet met deze Chinese opdracht. Maar de bouw vind ik een grote uitdaging. Dit is voor ons hartstikke leuk om te doen. Het is natuurlijk ook uniek. We hebben eigenlijk nooit te maken met hoogteverschillen. Hier heb je met woningen te maken op een berg. En dat is interessant, dat biedt allemaal nieuwe kansen. De Chinese taal wie eerst een probleem, maar daar is een oplossing voor Voen. Communicatie is lastig. We hebben daarvoor ook een Chinese architecte in dienst genomen om hier vanuit Leeuwarden voor ons en voor onze Chinese cliënten ook goede communicatie op gang te houden. En het blijkt ook wel een bobbelslag te zijn dat hoe zij communiceert, in het Chinees natuurlijk, dat heeft voor extra vertrouwen gezorgd voor onze cliënten in China. Daar zijn we ook wel heel blij mee. De man met de vol aan de bak, Maaie Takomier, met de wenten kleerwijzen.